1 op de 3 leerlingen tussen 10 en 18 jaar zegt dat hij op school wel eens te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Eerste Lijn geeft tips voor een goede aanpak op school. Wat er bij mij op school gebeurd is, is eigenlijk dat een jongen en een meisje uit dezelfde klas tijdens de les vroeg de jongen om naar het toilet te gaan. En de jongen vertrekt alleen en hij gaat naar het jongenstoilet. En een beetje later vraagt een meisje om naar het toilet te gaan. Daar werd niet echt dadelijk een probleem in gezien, dus het meisje gaat ook naar het toilet. Dan denkt de juf van, die blijven precies toch wel wat langer weg dan normaal. Dus de juf gaat kijken en de juf vindt het meisje op het jongenstoilet. En in eerste instantie zei de juf, wat een heel logische reactie is, van wat doe jij op het jongenstoilet? Jij moet bij de meisjes gaan. Maar toen begon de speeltijd, dus de kinderen gaan buiten spelen. En daar is het meisje toen beginnen wenen. En toen heeft ze verteld wat er dan volgens haar gebeurd was. De jongen is tot bij haar gekomen. Hij heeft toen gevraagd of hij haar wou helpen, want hij had geen toiletpapier niet meer. En het meisje is met een rol toiletpapier meegegaan, zonder argwaan te hebben of zonder erbij stil te staan dat de jongen misschien wel andere bedoelingen had. Ze had haar broek moeten uitdoen en de jongen had haar dan betast met zijn handen en nog met iets anders. Zo beschreef ze dat dan. Op de basisschool van directeur Verstappen kreeg men vorig jaar te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 2 leerlingen. En wat voor mij dan het moeilijkste was in die situatie, dat was dus dat het de eerste keer was dat ik niet dadelijk wist van waar kan ik terecht, wie kan mij daar raad in geven. En wat ik ook altijd voor ogen gehouden heb, dat is van je wilt dat niet opblazen. Je wilt dat niet erger maken dan het is, maar je wilt het ook niet minimaliseren. Ja, seksueel grensoverschrijdend gedrag is een beetje een nieuwe term die ruimer is dan seksueel misbruik. En we hadden dat nodig omdat er een aantal gedragingen zijn die niet echt de bedoeling hebben om misbruikend te zijn, maar toch op een of andere manier niet helemaal oké zijn. Er zijn 6 criteria om te bepalen of seksueel gedrag grensoverschrijdend is. Het is alleen oké als er wederzijdse toestemming is, als er sprake is van vrijwilligheid, als beide partijen gelijkwaardig zijn, als het gedrag typisch is voor de ontwikkeling van de leerling, als het aangepast is aan de context en niet zelfbeschadigend is. We wilden dus geen overhaaste beslissingen nemen, dus hebben we de kinderen zeker niet gestraft. Daar zijn we absoluut niet van uitgegaan. Ons uitgangspunt was van, we zouden heel graag willen te weten komen wat er exact gebeurd is, om de kinderen dan zo goed mogelijk daarin te kunnen begeleiden, met het oog op de toekomst. Op het moment dat je straft, dat je kinderen straft voor seksuele situaties, dan heb je weinig kans dat ze je nog in vertrouwen nemen. Dan gaat geen leerling bij u komen om te zeggen, ik heb een vraag of ik heb een probleem of ik heb iets waar ik met u zou willen over spreken, want ze weten automatisch, er komt eigenlijk een straf. Dus je bent beter dat u uw mond houdt. Dus daarvan afstappen, van dat bestraffende, dat moeten we vanaf. We moeten veel meer ons coachendrol gaan opnemen. Ons erbij neerleggen dat kinderen seksuele wezens zijn en die ontwikkeling een aantal experimenteerfases door moeten. Dat wij op de zijlijn kijken en hen helpen om dat gedrag goed te krijgen. In het KA Merelbeke werken ze sinds vorig jaar aan een beleid rond relaties en seksualiteit. De leerlingen krijgen regelmatig les over het thema. Zoals deze leerlingen van het tweede jaar. Zij doen een stellingenspel. Jullie werken per 2. Ik ga per 2 een briefje uitdelen. Jullie krijgen een paar minuutjes, heel kort, om over na te denken of je daar voor of tegen bent. Dan mag je die stelling 1 voor 1 voorlezen. En de rest van de groep gaat zich splitsen bij groen daar achter jullie. Ben ik voor of ben ik akkoord mee? En dan bij rood, nee, daar kan ik me helemaal niet in vinden. Wat we heel vaak horen van scholen is, ja maar seksueel gedrag hoort toch niet thuis op school. Nu, dat klopt. Maar dat betekent niet dat je als opvoeder, leerkracht, niet gaat geconfronteerd worden met gedrag van jongeren en kinderen op het terrein van seksualiteit en daar ook niet een taak hebt om dat, met dat gedrag aan de slag te gaan, over, met hen over te spreken. Te kijken waar er noden en problemen zijn en daar te proberen om aan tegemoet te komen.
We gaan de volgende stelling nemen. Kelsey, ja, lees maar voor hoor. Iemand van 14 jaar mag een relatie hebben met een jongen van 22 jaar. Ja, oké. Okay. Dus een meisje van 14 mag een relatie hebben met een jongen van 22. Vinden jullie dat dat kan? Vinden jullie dat dat niet kan? Kan dat niet, dan ga je bij de rode kant staan. Kan dat wel, dan ga je bij de groene kant staan. Ja, dat vind ik leuk om te zien. Oké, okay. Ja. Van wie was die vraag nu weer? Ja, zeg een keer waarom dat niet kan. Want er 8 jaar verschil op zit. Ja, 8 jaar, ja. En dat van mijn ouders zou het ook niet mogen. Van je ouders zou het ook niet mogen, zo'n groot verschil. En denk je dat je kan verliefd worden op iemand die 8 jaar ouder is? Nee. Nee. Oké. Okay. Ja, Naomi? Ik vind niet dat je naar de leeftijd moet kijken. Zolang dat je maar echt van die persoon houdt en erom geeft, dan is, ja, vind ik dat wel goed. We proberen op een aantal domeinen tegelijk te werken. Het is zowel een zaak van het sensibiliseren bij jongeren, van wat er allemaal te weten valt over seksualiteit en relaties in het algemeen. En een deskundigheid bevorderende aanpak naar de collega's toe. Want hoe meer dat zij ook van dat onderwerp afweten, hoe meer dat ze ook onze leerlingen gaan kunnen begeleiden bij vragen, hoe meer dat ze ook gaan durven bepaalde gesprekken aangaan. Enkele leraren van de school hebben een werkgroep opgericht om een gemeenschappelijke visie op relaties en seksualiteit te ontwikkelen. Het helpt ons gewoon om duidelijker te maken wat kan nog en wat kan niet. Mm-hmm. Daarvoor helpt het. Het is gewoon een hulpmiddel, omdat anders zitten we zo vaak in een grijze zone. Ja, wat kan voor u, wat kan voor mij? We gaan niet naïef doen en zeggen dat onze leerlingen wachten op de grote liefde om hun eerste seksuele contact met hem. Er wordt zeker veel geëxperimenteerd. Maar dan is het aan ons om te zeggen dat experimenteren kan, dat daar totaal niets fout mee is, dat je zo uiteindelijk veel zaken leert. Maar dat je inderdaad rekening moet houden met sowieso je eigen grenzen, dat je niks moet doen, dat je voor niets verplicht bent, maar dat je ook rekening moet houden met de grenzen van iemand anders. En dat je die grenzen alleen maar weet door te communiceren en door te praten met elkaar en door eerlijk en open te zijn over seks. Een aantal keren per jaar komen ze samen om concrete projecten op te starten. Het project van de tweede graad, dat kunnen we wel opnieuw doen, want daar heeft 3 en 4 totaal iets anders gekregen. Mm-hmm. Voor de derde graad hebben we een project gehad rond gender. En omdat wij vaak zien dat bijvoorbeeld homoseksualiteit een groot probleem is op deze school, dat wordt zeer moeilijk aanvaard. En voor de tweede graad hebben we dan een project opgestart rond seksualiteit en het internet. En ook rond assertiviteit en grensoverschrijdend gedrag van welke aanrakingen zijn aangenaam, welke aanrakingen minder aangenaam. Hoe maak ik dat duidelijk aan mijn vriend of vriendin dat ik dat leuk of niet leuk vind. Zo dan meer toegespitst op communicatie en assertiviteit. Goed, volgende stelling. Maarten. Homo's mogen geen kinderen hebben. Homo's mogen geen kinderen hebben. Goed, zeg maar. Ah ja, ik vind dat zo niet eerlijk. Like, bij homo's is dat moeilijker voor kinderen te krijgen dan bij lesbische. En dat is zo, ja, waarom mogen die dat niet hebben? Dus zij niet dat die daar zo minder zorg voor gaan dragen ook. Ja, dus jij denkt dat ze eigenlijk echt even goed een goede ouder kunnen zijn dan dat bijvoorbeeld een traditionele zijn met mama en papa ook goed kunnen zorg dragen voor een kind? Je wordt niet enkel opgeleid om ingenieur te zijn of om expert te zijn op taalvlak of om bediende te zijn of op expert te zijn op technisch vlak. Nee, je bent ook mens, je bent ook zoon of dochter van, je bent ook partner van, je wordt misschien zelf moeder. En op dat moment zou het toch wel leuk zijn dat je kan zeggen dat je ook op dat vlak op school een aantal zaken hebt opgepikt. Bovendien is het een heel leuk thema. Jongeren zijn ongelooflijk dankbaar als je dat op een goede manier aanpakt. Gaan heel graag naar die lessen komen. De keer dat je de drempel over bent van oei, het is toch wel wat ingewikkeld en het is toch wel wat complex en ik weet het zo toch niet. Eens je daar overheen bent en eens je ook beseft dat het over veel meer gaat dan over een pilgebruik en een condoomgebruik, maar ook over hoe ga je met elkaar om, wat is liefde, wat zijn grenzen, wat kan echt niet. Wat zijn verschillen tussen jongens en meisjes? Hoe zit je lichaam in elkaar? Wordt het heel interessant om daar les over te geven.